Het zijn onzekere tijden voor de bakkerijen van Schellens. Vaste broodleverancier Stuurwold is namelijk failliet en stopt ermee. Dat betekent dat alle Schellens bakkerijen acuut iets nieuws moesten verzinnen vandaag. In veel gevallen betekende dat brood van een andere leverancier dan maar. Want zomaar sluiten is geen optie. We moeten onze klanten tevreden stellen en we moeten zelf ook door. En ik zie dat ze nog wel steeds komen. Tuurlijk, we hebben gelukkig hele veel vaste klanten. Maar ook die mensen weten niet alles en wij weten ook niet alles. Hoe alles namelijk gaat lopen, dat staat nog niet vast. In een mail die gisteren rondgestuurd werd, maakte curator Guido Sanders bekend dat er geen doorstart komt. En dat is schrikken. En hoe voelt u zich daarbij? Nou, dat is vragen naar de bekende weg, denk ik, hè. Maar zou u dat kunnen omschrijven? Vervelend. Maar het bakken gaat door. Voor velen in ieder geval. Bakkerij Schellens aan het Kastelenplein en die in Veldhoven zijn eigendom van Schellens en die moeten dus sluiten. Maar de franchisers, zoals die aan de Ardèchelaan en het Sint-Trudelplein, blijven open. Het brood is misschien anders, maar volgens hen nog net zo lekker.